We staan hier in onze nieuwe gebouwde werkplaats. Deze hebben we gerealiseerd in september 2022. En we voltooien hier bijna de bouw. Wij verduurzamen gezien de prijs van de energie en we willen ons steentje bijdragen aan het milieu. Dus samen met onze installateur hebben we gekeken van wat zijn de mogelijkheden. En op advies van hun zijn we toch naar een warmtepomp gegaan. Dit project is een nieuwbouwproject. De meeste nieuwbouwprojecten worden al gasloos gebouwd. Dit pand zit vol met vloerverwarming. Dus dan gaan we kijken, oké, wat zijn de andere mogelijkheden. Dan praat je eigenlijk al over lage temperatuur warmteafgiftesysteem. Dus dan gaan we kijken van oké, welke Remea systemen passen daar dan in aan. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Remea EHP luchtwaterwarmtepomp. Die heeft een hoge aanvoertemperatuur bij een lage buitentemperatuur en daarbij nog een COP, een rendement, wat behoorlijk hoog ligt bij die buitentemperaturen. Dus dan kun je op een vrij duurzame manier toch nog warmte creëren in je pand, in de garage in dit geval. We hebben van tevoren gekeken naar wat het aan energieverbruik heeft. Op basis daarvan wordt het dak voorzien van zonnepanelen. En we proberen dadelijk geen energie meer in te hoeven kopen en dat wij gewoon daarmee nul op de meter kunnen krijgen.